Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Dit zijn gloeilampjes die ik de afgelopen jaren uit mijn treinen heb gehaald. En na wat rijden met mijn sprinter ben ik tot de conclusie gekomen dat de lampjes zoals ik ze vervangen heb in mijn laatste trein, dat ik die toch ga terugzetten voor gloeilampen. De reden daarvoor is dat er te veel lekkage is en ik hoop dat als hier een fel exemplaar tussen zit, een felle witte lamp, dat die wel door de rode filters heen komt en zo de sluitstijn beter tot zijn recht laat komen. Dus, ik ga beginnen met een paar lampjes testen voor de eerste wagon. Het eerste treinstel wil ik dus lampjes hebben die zo fel mogelijk zijn, zoals al gezegd. Maar laat ik me vooral even richten op lampjes die werken. Nou, het zou dus kunnen zijn dat ik mijn collectie keurig netjes bijgehouden heb. En alleen maar lampjes erin heb gezet en erin heb gedaan die werkte, maar dat kan ik me nou niet voorstellen. Maar tot zover gaat het eigenlijk best wel goed. Ik vervang bijna altijd deze lampjes, omdat bij DCC er meer spanning op de lampjes staat, ze warmer worden en ze vaak ook continu branden. En dan zit je met plastic waar ze tegenaan zitten, dat dan niet tegen kan. Maar bij deze Fleischmann sprinters zitten deze lampjes in een metaal blok. Dat heeft zoveel warmtecapaciteit dat ik niet bang ben dat deze lampjes ooit plastic zullen gaan smelten. En als je dan dus ook nog er tegenaan loopt dat de LED-lampjes te veel lichtlekkage geven, ze niet mooi. Ze het probleem eigenlijk niet oplossen van de rode sluitschijn dat niet werkt. Dan ben ik eigenlijk geneigd om gewoon de boel terug te zetten. Tot zover moet ik zeggen dat ik goed mijn best heb gedaan met alleen maar bewaren van lampjes die werken. Mooi vellen deze. Dit zijn Roco en Fleischmann lampjes door elkaar. Ik hoop dat ze passen. Dit zijn Fleischmann lampen. Mooi diepe rood. Deze komen waarschijnlijk ook uit de sprinters. Hoewel ze misschien ook uit andere modeltreinen komen. Nou, de keuze is reuze. Alles werkt. Dat betekent dat we hier eens wat mee gaan doen. Ook interessant hoor, om eens een ombouw te doen van LED naar gloeilamp. Heb ik hier de goede te pakken? Dit is niet de goede. Deze heeft nog gloeilampen. Er zit namelijk geen weerstand tussen. Dit is de trein waar ik aan gewerkt heb. Ik heb hier toen besloten de LED's rechtstreeks op deze strips te zetten. Die ga ik er dus weer van afhalen. Weerstanden gaan eruit. Gaan die rechtstreeks op. Gloeilamp erin. Veel meer zou het niet moeten zijn. Misschien moet ik nog wat aan de decoder regelen. Inregelen dat die wat minder vermogen of wat meer vermogen op de gloeilampen zet. Afhankelijk van hoe ik dat. Ik denk dat ik ze wat terug geregeld heb. Ik hoop. En dit is echt hopen. Dat ik genoeg ruimte krijg. Met alle bekabeling. Dat ik genoeg ruimte heb om dit los te halen. Ja, kijk. Dit
Het hele idee werkte gewoon beter bij een eerdere trein. De eerste sprinter die ik aan heb gepakt, heb ik dat ook zo gedaan. Daar werkte dat best goed. Maar bij deze veel meer lekkage. Wellicht dat hier al wat uitgevreesd was, dat die gaten voor de verlichting groter waren. Bij deze, het was het niet helemaal. Als het dan dus ook het probleem niet oplost, dan vind ik, dan moet je gewoon zeggen, ik ga terug naar het origineel. Is mijn soldeerbout al warm genoeg? Ja, dat is hij. Zo. Nu heb ik hier een klein stukje vanaf geknipt. Toen ik aan het rommelen was met de led. En dat bleef kortsluiting maken. Dus daar moet ik even bedenken. Daarvoor terugzet. Ik denk dat ik daarvoor een klein stukje. Ja. Dit is soldersorb vol met soldeertin. Die ga ik hier overheen zetten zodat hij net wat langer wordt. Is het een beetje te zien? Dat is wel een beetje te zien. Dat het net het verschil gaat maken. Even zien hoe we dat het beste vast kunnen zetten. Natuurlijk, solderen is het beste, maar dit is koper, dus als ik het vast blijf houden met mijn vingers, dan gaat dat mij iets te warm worden. Dus eigenlijk moet ik een metalen klem hebben. Een metalen klem zoals dit. Hopelijk gaat het plastic wat erop zit niet te veel smelten. Zo. Hopelijk doet dat het. Hopelijk doet dat het hem. En sla ik de camera niet van zijn standaard af. Ja. Het tweede was inderdaad de weerstanden ertussenuit. Zo'n weerstand kost niks. Kunnen we makkelijk gewoon kapot knippen. Maar ik denk dat ik hier wel
een doel voor heb. Dus ik doe een beetje voorzichtig en ik probeer die hele bedoeling los te solderen, zodat ik deze weerstand weer later kan gebruiken. Er zullen vast nog meer projecten zijn die ik ga aanpakken. Precies goed, precies in de kabel. En dat zal bij deze dan daar moeten zijn. Iets te kort. Nou, die vinden wel weer een nieuwe weg. Nu moet ik even kijken. Deze zal iets langer moeten worden. Die zal wat restjes eruit liggen. Dus ook niet dat ik ga niet de hele draad vervangen. Ik ga gewoon een klein stukje tussen zetten. Altijd wel wat losse draadjes liggen. Dus die niet. Die is niet fijn. God, wat een lelijke soldering. Sorry voor het gekletter van al het gereedschap. Ik zal proberen met het editen dat er een beetje uit te halen. Het is pas dan dat ik me besef hoe hard ik met dingen smijt hier. Zo. Dit was de motor, dus ik deed het net verkeerd om. De
misschien het gezien hebt. De gele zit op de rood. De rood zit onderin. De witte zit op de witte verlichting. Die zit bovenin. Voor het andere treinstel is dat precies andersom. Die hierachter hangt. Dan wissel ik ze. Want dan krijg je dat hij bij vooruit. Nou ja, goed. Je kunt wel halen. Vooruit wit. Ene kant rood. Andere kant. Even de krimpkousen krimpen. Dan zie je ook niks meer van die slordige soldering. Hoepa. Goed zat voor nu. En dan nu het leuke. De lampjes er terug in. Deze heeft het probleem met die verlichting. Met de hele zwakke rode verlichting. Dus ik doe in dit geval, in beide lampjes, in beide sockets, dat denk ik dat een goed woord is, is dat Nederlands, doe ik in ieder geval witte lampen, in de hoop dat die dan er wel goed doorheen komt. En vandaar wil mijn motor er niet uit, waarom wil mijn motor er niet uit? Doe toch eens niet zo'n gek ding. Zo, ik heb tenminste ruimte. Ja, zo, hier zitten de gaten en daar moet hij invallen. En dat erin laten vallen werkt veel beter als de zwaartekracht meewerkt en de motor in mijn hand zit. De motor er terug in. Op deze manier. En dan nu moeten we die pinnen weer deze lampen aan gaan duwen. Precies op de. Ze moeten precies hier zo op dit gesoldeerde puntje terechtkomen. Doen ze dat niet, dan heb je kortsluiting. Daar heeft deze decoder een beveiliging voor, maar toch heb ik dat liever niet. Ik ga hem eerst vastschroeven, want ik merk dat met het op en neer bewegen er toch telkens weer dingen verschuiven en loszitten. En dit is niet in beeld te brengen. Sterker nog, dit kan ik bijna niet eens zien. Tijd voor een vergrootbril.
Ik heb het gevoel dat er wat was, dat hij op zijn plek schoot. Is het verstandig om dit nu te testen terwijl de decoder hierin zit? Pas niet. Laat ik de voeding aanzetten. Ik denk dat het probleem opgelost is, jongens. Ik kijk, kan ik hem nog hoger zetten? Want ik zou gaan werken. Een lijmpotje. Zo. Ik zet even één pool op de schroef en dit zou rood moeten zijn. Prachtig. Is het ook te zien hier? Ja, dat is te zien. En wit is nu ook goed te zien. Veel beter dan met de LED. Betekent dat nummer 1 klaar is. Zo. Mannetjes, poppetjes zitten erin. Oh, wat betreft tandwiel. Tandwiel. Dit is de andere die ik heb. Die had een probleem met 1 tandwiel. Die heeft nu een probleem met 2 tandwielen. Deze heeft geen problemen meer met tandwielen. Want ik maak liever 1 hele mooie. Of in dit geval 2 hele mooie, want ik heb er nog 3. Liever dat ik 2 hele mooie goeie die goed rijden. En eentje die ik gebruik voor de onderdelen. Dan dat ik 3 heb. Die alle 3 net niet zijn. En misschien dat ik dus die ik gebruik heb voor de onderdelen uiteindelijk ook verkoop voor iemand anders die de onderdelen die er dan nog op zitten nodig heeft. Deze is veel simpeler aangezien hier alles aan de plug hangt. Veel meer ruimte om te werken. Hier zit wel een dummy motor blok in. Maar goed, dit is zoveel makkelijker dan het motorstel. Hupsakee. Hier hoef ik ook niet op te gaan letten dat ik niet per ongeluk de decoder frituur met mijn voeding, want deze heeft geen decoder. Los jij. Hier heb ik ook de uiteindes niet bijgeknipt. Ik wil het goed herinneren tenminste. Nee. Ik haal er wel een beetje van de overtollige soldeer af. Zo. Weerstanden eruit. En hier moet ik wel even opletten. Dat ik wit op de goede plek doe. Weet je, ik ga ze gewoon niet alle 2 tegelijk los solderen. Dat scheelt een boel. Een wit draadje, een wit draadje.
Een beetje smokkelen, een beetje smokkelen. Ik heb een beetje gesmokkeld. In plaats van een draadje hier tussen te zetten, heb ik een pin van een, waarschijnlijk van een led hier tussen gezet. Voor de afstand die nodig is. Want, tja. Er zit hier weinig in de buurt wat mis kan gaan, wat ontsluiting kan geven. Dus, of het nou een led is die ertussen zit of een metalen pinnetje. Dus hopelijk. Nou, ik verwacht geen problemen met de decoder. Ik denk wel dat die decoder die ik heb voldoende kruim heeft om twee ledlampjes aan te sturen. Twee gloeilampjes aan te sturen. Alle andere lampjes die eerst gloeilamp waren zijn nu led. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Ik heb hele vervelende draden gebruikt om hier binnenin het treinstel de bedrading te doen. Die laten zich niet zo makkelijk solderen, of eigenlijk niet. Die draden die ik heb gebruikt laten zich eigenlijk alleen maar solderen als je ze mechanisch klem zet in feite. Dus de pin van de led, of ik denk dat dit van de condensator is, die pak ik goed soldeer, maar ik draai de andere, ik draai dit kabeltje, die gele eromheen en soldeer het erin, omdat het kabeltje zelf is heel dun en pak geen soldeer. En, ik heb die toevallig een heleboel. Ik weet nu ook waarom dat ik die zo makkelijk kon krijgen, dat zijn echt rot dingen. Maar voor dit soort gevallen is het eigenlijk prima. Niet vergeten een klein stukje krimpkous erop te doen. Geen zin in dit gepriel. Ik pak een grotere krimpkous. Zo. Ja, heb ik toch nog in de buurt. Hopsakee, dat is één. Wat gaan we nu weer? Lampjes pakken. En monteren. Dit stukje mag er ook af.
Zo, dat zijn de lampjes. Als ik dus, oh, ze zitten meteen goed. Als ik dus een trein voorzie van ledverlichting, probeer ik het altijd op zo'n manier te doen dat ik makkelijk terug kan. Want zoals je ziet, foutjes zijn snel gemaakt, ik maak ze ook. Nu is het helemaal geen ramp. Eigenlijk ligt de meeste van de bekabeling nog, het is een veerstand ertussenuit. En lampje erin. En eigenlijk zou het allemaal weer goed moeten zijn. Eens kijken of dat bij deze nu ook gelukt is. Dat is een mooie rode verlichting. Oh, en ja. De witte doet het ook mooi. Als dan een keer iets niet uitpakt zoals ik zou willen, dan kan ik altijd nog terug, zoals in dit geval. Dat betekent dat deze nu mooie verlichting heeft en nog steeds mensen erin. LED-verlichting aan de binnenkant, ja, die zou wat feller wit mogen zijn, zoals iemand ook zei in de commentaar. Ik heb het gezien. Ja, ik vind dit mooier. Ik zat nog te kijken. Volgens mij heb ik het wel hoor. Fel wit, maar nee. Vindt ze eigenlijk zo, vindt ze eigenlijk zo wel mooi. Ik heb nog eentje met LED-verlichting erin. Ik denk dat die wel goed is. Maar ik vind dat daar wat mensen in mogen. Dus dit is eigenlijk nummer 1 van de 3. En deze behoeft eigenlijk 2 aanpassingen. Ten eerste vind ik dat de decoder hier ergens naar achteren moet. Hier ergens in moet. En ik denk niet dat me dat gaat lukken met de huidige bekabeling. Maar ik vind wel dat die weg moet, want het dak staat te veel omhoog. En het tweede is, daar wil ik ook even kijken. Ja, hier zit dus ook LED-verlichting in, maar die zit veel verder weggestopt. Het tweede is, hier wil ik mensen in, dus ik denk dat ik ga met het risico dat de front-sluitverlichting losgaat, ga ik toch dit eraf halen. Hier zit maar 1 led in voor de hele binnenverlichting vanwege deze rails hier. Die zit hier op die plek. Hops, oké. Heb ik nog een iets ter ondersteuning. Want hier mogen mannetjes in. Pipkes. Dus is een hele lange video die van niks naar nergens gaat. En dat was best lang geleden dat ik er zo een gemaakt heb. Welke lijm zou hier goed voor zijn?
Eens kijken. Het liefste ben ik snel klaar. Kijken of hier nog wat uitkomt. Maar ik denk niet dat ik nog goede superglue heb. Ja, maar niet helemaal op de plek dat ik het had gedacht. Dit gaat een slecht idee worden. Het zijn de momenten dat ik drie handen wil hebben. En meneer voor de eerste klas. En mevrouw voor de eerste klas. Hoewel ik niet het idee heb dat ze de zitting raakt. Mevrouw voor de eerste klas. Jawel, ze raakt de zitting. Deze meneer moet leren dat hij niet met zijn voeten op de bank moet gaan zitten. Goed zo. Geen idee waarom zij zo enthousiast is. Het zijn maar hele simpele poppetjes. Niet van die gedetailleerde zoals ik in mijn moestuin heb. Die heeft wat meer plek nodig. En nog een mooie gele. Hoewel, dit lijkt wel. Zo. Dit lijkt wel een kale mevrouw. Maar goed, dat mag. De kale mevrouw die niet wil blijven zitten. Dan mag ze lekker drogen. En dit is nog een collectie aan lopende, staande, hangende. Mensen, groepen mensen. Maar dit lijkt me wel heel leuk om bij de deur te zetten.
Zo eentje die al bij de deur staat. Ver voordat er sprake is van dat er een station in de buurt is. En vervolgens, als het even kan, ook omvalt op het moment dat de trein hard remt. Hoop ik alleen dat hij niet te hoog is. Die is wel heel erg groot. Dat gaan we zien. Oké, dat is 1. En nu die decoder. Ach, de video is nu toch al rommelig. Die decoder is meer werk. Ik wilde toch zo even dacht. Ik had bij een van deze LED-verlichting erin zitten en die deed het niet meer. Waarschijnlijk heb ik per ongeluk ergens kortsluiting gemaakt. Ik heb nog niet gekeken of het probleem was. Ja, wat nou precies het probleem was. Ik had er hier eigenlijk al 2 die dat probleem hadden. Maar goed, wat ik wilde zeggen is, als je deze schroef loshaalt. Hier bij de trapjes zit een kleine inkeping. Namelijk hier de bodemplaat eruit halen. Zorg er trouwens wel voor dat je achterwielstel eraf is. Als dat eraf is en de bodemplaat is eraf, dan krijg je dit in je handen. Als je dat hebt, dan zit hier nog een beeld. Dat is nog een beeld. Op dat moment kun je dus dit grote blok metaal waar de verlichting in zit, zo. Dat kun je naar achter halen. Met een beetje wiebelen kun je dat eruit halen. En dat is waar ik de vorige keer mijn verlichting ingebouwd heb. Mijn ledjes. Deze zijn allebei nog goed. Er zat een kleine kortsluiting in. Die heb ik verholpen. Dus het mannetje zat een beetje los. Die zit nu ook goed vast. Betekent zo dat het nu allemaal weer in elkaar mag. Even kijken. In dit grote blok zitten wat inkepingen. En die hebben dus ook een functie, want er zitten hier wat puntjes die omhoog komen. En als je hem verkeerd omdoet, zoals ik net deed, dan gaat hij nergens heen. Krijg je maar niet goed in. Hij moet zo hier tegenaan, die kant aan liggen. Dit erop. Hopsakee. Er zat nog wat lijm op. Kan ook nog wel bij. Het zijn eigenlijk die sprinters heel eenvoudige dingen. Maar ze zitten best goed in elkaar. Deze. Hier. Oh, voor ik dat doe. Ik wil dit kabeltje langs de zijkant verwerken. Dus daar heb ik een lang kabeltje op.
Zo, dat moet even drogen. Daar kan dit er allemaal weer in. Dan zou het gewoon weer moeten werken. Zit alweer bijna aan elkaar en hoop ik alleen maar dat de verlichting het dadelijk ook echt nog steeds doet. En niet dat ik er dadelijk achter kom dat ik het toch niet doet. En dat ik weer alles open moet halen. Of dat er hier iemand die hier stond ineens is gaan vallen. Ook heel naar. Maar dat pupje wat er staat, staat ook wel met zijn kop tegen de lichtbalk aan. Dat betekent dat het poppetje te hoog is. Of de trein te klein. Ja, voor ik het vergeet, hier zit nog een hele lichtlekkage. Daarvoor heb ik mooie tape.
Zo. Ik wacht eerst maar even tot de lijn droog is.